Een van de meeste vragen die we krijgen, vooral van de thuiszorg, is: ik wil iets toedienen aan een patiënt, maar die kan niet goed slikken. Kan ik deze pillen wel fijn maken? Ze weten niet het verschil van de pillen die ze wel mogen fijn maken en welke niet fijn gemaakt kan worden. Ik heb hier twee voorbeelden. Dit is metoprolol, 100 milligram. Dit is een normale afgifte. Dat betekent, je neemt het in en het verfijnt meteen in je maag en het wordt opgenomen in je darmen. Maar dan heb je metoprolol 100 en dan staat er met gereguleerde afgifte. Dat wordt ook vaak als een afkorting op de verpakking gezet. Dus MGA met gereguleerde afgifte of MVA met verlengde afgifte. En het kan ook een verschillende CR kom je ook wel eens tegen en andere afkortingen. En die mag je niet fijn maken, want als je die inneemt, dan wordt het niet meteen fijn in je maag. Die gaat naar je darmen en die wordt langzaam afgegeven in je darmen, zodat het over een langere periode werkt. Dus die mag je dan niet fijn maken. En als we dan deze vraag krijgen, dan zeggen we, nou, dan kun je beter overgaan op die ander. Dan moet je waarschijnlijk de dagdosis veranderen. Dus niet op één moment 100, maar dan doe je bijvoorbeeld op twee momenten 50. Hangt van het middel af allemaal. Maar over het algemeen kan je dit een beetje aanhouden. En ja, weet je het niet zeker, vraag het altijd even aan je apotheker, want die kan je zeker antwoord geven. Hebben jullie vragen hierover, zet het in de opmerkingen. Dan zal ik die proberen te beantwoorden. Dat was mijn tip voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Sorry, ik moet dit even kwijt. Wisten jullie dat wij niet alleen maar service verlenen in Assen, Delft en omgeving? We hebben sinds kort ook een servicepunt in Amsterdam-West, plein 4045. Daar kunt u nu ook terecht voor al onze diensten, zoals u dat gewend zou zijn in Assen, Delft. Wij komen voor spoedmedicatie dezelfde dag. Bestellingen van onze webshop, de goedkoopste van Nederland, haalt u ook op dezelfde dag in Amsterdam-West. U kunt dus ook gewoon terecht voor medicijnen die u verkrijgt via uw huisarts, bij ons servicepunt. Er is geen verschil met uw huidige apotheek. Nou, één verschil dan. Wij zijn beoordeeld als de beste apotheek van Noord-Holland. Ga naar apotheekkijkhof.nl of halalmedicijnen.nl. Schrijf u in, bestel via onze webshop en bespaar uzelf heel veel frustratie en geld. Bedankt. Terug naar de video.